Oh my god, mensen, vandaag is het woensdag, dus zeg wepla! Goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pippi. Hoppa, nieuwe dag, nieuwe video, vlog of I don't give a shit. Maar vandaag is het gewoon echt de max, want vandaag begint Razor Reel Flanders Film Festival. Dus sowieso de max, ik kijk er al een jaar naar uit, echt waar, een jaar naar uit voor daar naartoe te gaan. En ja, dat gaat gewoon de max worden, want vandaag is het gewoon de openingsfilm. En de openingsfilm is Tim, over een of andere robot of artificial intelligence dat je kunt in huis nemen voor je huishoudelijke taken te doen en weet ik veel allemaal. En er gaat natuurlijk van alles verkeerd, dus het is een soort thriller slash horrorfilm dat ik nu ga gaan bekijken. Er is dan ook nog een receptie erachter en de regisseur Spencer Brown gaat er ook zijn. En hopelijk kunnen we hem een keer interviewen ofzo. Of ik heb alles is ook al een foto mee dat ik laten afdrukken heb van de film voor het laten tekenen. Dus ja, misschien een kort interviewtje ofzo. Dat zou misschien wel leuk zijn. Je weet nooit als ze er zin in heeft. Maar we zien wel, hè, mensen. Dus ja, voilà. We gaan nu naar Brugge, naar het Razor Reel Flanders Film Festival. Let's go! Yo! Wah! Mensen. We zijn dus toegekomen. Ondertussen heb ik de regisseur al een keer ontmoet. Ik heb ook al ondertussen zijn handtekening gekregen. Voilà, het was heel vriendelijk. En ik wou vragen voor nog misschien een klein interviewtje te doen, maar ja, nu totaal geen tijd. En daarom, omdat hij eerst nog een beetje moet spreken, zeker voor de film of zo, ik weet het niet. Maar misschien achter de film, dus ik ben wel benieuwd naar de film Tim. Dus het is nog tamelijk veel volk. En erachter is er nog een receptie. Dus ja, we gaan zien of dat we misschien een mini interviewtje kunnen scoren. Maar ik ben al blij, ik ben ermee op de foto geweest en ik heb ook zijn handtekening. Dus voilà, en een dag is weer goed. Allee, we gaan genieten van de film. Let's go! Yo. Voilà mensen, de film is gedaan van Tim en ik sta hier met de regisseur van de film. I just wanted to say that I really, really love the movie. Thank you very much. And maybe I have a question for you. Okay. It's okay. We'll both look at a selfie together. Yeah, it's like we're taking a selfie. Yeah. Smile. How was it to make the movie Tim? Wonderful and painful, all together. Mm-hmm.
Yeah, it was very challenging. We only had 4 weeks to shoot it. Only 4 weeks? Yeah, 22 days. That movie was only making... Yeah, 5 days, then 6 days, then 5 days, then 6 days. And then, not enough money. So it's very challenging, but also great. And just, you cannot see that you did not have enough money, because I think it's really nice. Thank you. I think we probably made people far more critical of it than they should be. Because it looks like it's had far more money. I really liked it, really. From the beginning till the end, and also the expression on his face of the actor. Yeah, he's great. It's like a robot. You would think it's almost like that's what he was trying to do. really. Okay, one more question. Sure. When you watch a movie, what is your favorite snack at home or in the theaters? What do you really like? I quite like just what I have with a movie. Most times I'm watching a movie now, it's late at night, I'm drinking a cup of Red Bush tea. I'm eating Marmite on toast. No popcorn or something? No. If I go to a cinema and it's a nice cinema that sells beer, I will have a single beer with my film, and be quite pleased with that. Okay. So thank you again for the mini interview. It's all right. And congratulations. I enjoyed looking at my own face with yours in the corner. Okay, nice thank you very much. Goodbye. Voilà, het interviewtje is gelukt. Maar weet ik veel van gekomen, mevrouw. Dus ik zou mij beter voorbereiden of zo. Maar maakt niet uit. Hij vond het plezant, heeft hij dat juist gezegd. Dus goede film. En nu is er nog een receptie. Dus we gaan hier nog wat drinken. Hè. Let's go. Yo. Voilà, zie mensen, we zitten terug in de auto. Het was nog een gezellige receptie met hapjes en drankjes en weet ik veel allemaal. Ik heb nog een paar mensen gesproken. En we gaan nu naar huis gaan. En de film was gewoon... ik vond hem echt goed. De regisseur was... ook heel vriendelijk en ben echt content dat ik een mini interviewtje kost afleggen met hem. Het was een gezellige eerste geslaagde dag van Razor Reel. En nu gaan we naar huis gaan en morgen komen we gewoon terug. En morgen moet ik hier zijn om 5:30 ongeveer, want om 6:00 begint de eerste film. En ik denk dat er dan 3 films achter elkaar spelen. Dus we gaan dat allemaal meepakken. Sowieso. Ik heb dus een toffe festivalpas gekregen. Dus mag ik naar al de films en alles wat er hier te doen is, mag ik allemaal naartoe gaan. Dat was €85 voor een festivalpas. Maar als ik wil, kan ik hier zeker al naar 24 films kijken. Eigenlijk kan ik er zelfs veel meer kijken, maar doordat ik zondag zelf hier op de beurs sta, kan ik natuurlijk niet naar films kijken die hier aan het spelen zijn, want dan sta ik zelf op de beurs, wat dan logisch is natuurlijk. Goed, oké, mensen, allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal en ik zou zeggen tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En dat gaat morgen zijn, want morgen zijn we weer terug. Allee, salut!